Als marineduiker heb ik veel meegemaakt in mijn tijd. Maar die nacht, die ene nacht in 1953, zal ik nooit vergeten. We zwommen naar elke uitgerekte hand en probeerden zoveel mogelijk mensen uit het water te halen. Maar helaas waren we er niet altijd op tijd bij. Hoe moeilijk het ook was, we moesten door. Zo'n nacht als deze, je hoopt dat niemand dat ooit weer mee hoeft te maken. Zeker nu mijn kleindochter net als ik marineduiker is geworden. Ja, die heeft al zo vaak de politie geholpen met het vinden van bewijsmateriaal en het zoeken naar vermiste personen. Ze kunnen niet zonder haar. Ze gebruiken nu ook veel meer technologie dan wij toen hadden. Zo kan ze tegenwoordig met audio en video diep onder water problemen opsporen bij bruggen en dijken. Ja, daar zijn ze wel een stuk beter in geworden. Niemand wil natuurlijk een herhaling van wat er gebeurd is. Maar met meer hardwerkende hulpverleners zoals zij, weet ik het wel zeker. Samen kunnen we deze strijd tegen het water aan.